Gistermiddag werden de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro dan eindelijk aangekondigd. Voor €699 haal je een uitstekende smartphone in huis die een aantal concessies doet ten opzichte van het gloednieuwe vlaggenschip dat je voor minimaal €899 op de kop kunt tikken. Maar wat is nu precies het verschil tussen de twee toestellen en welke moet jij hebben? Mijn naam is Mark, leuk dat je kijkt naar Want en dit zijn de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Om de positie van de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro goed te kunnen begrijpen, moeten we terug in de tijd. Terug naar vorig jaar, het jaar 2020. Ook al weet ik dat we dat liever niet doen, het moet. In 2020 bracht OnePlus namelijk de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro uit. Nou, de OnePlus 8 was over het algemeen een indrukwekkend toestel te noemen, maar liep op bepaalde gebieden nogal tegen de lamp. En zeker in vergelijking met de OnePlus 8 Pro, wat het eerste echte vlaggenschip van het bedrijf was, ja, viel het eigenlijk best wel tegen. De OnePlus 8 Pro kreeg dan de rest van 2020 ook geen opvolger, maar de OnePlus 8 kreeg dat wel. Namelijk de OnePlus 8T die in het najaar van 2020 verscheen. En die OnePlus 8T was wel zeker een verbetering te noemen ten opzichte van de OnePlus 8, maar liep op het gebied van de camera nog steeds tegen de lamp. OnePlus slaat de handen ineen met Hasselblad, probeert het gewoon nog een keer en komt met de OnePlus 9. En dus ook met de OnePlus 9 Pro, waar de verwachtingen door het succes van de OnePlus 8 Pro echt wel hoog liggen. Maar ja, goed, voldoet dit toestel aan die verwachtingen? Nou, dat antwoord dat geef ik je later in de video, want we nemen eerst de OnePlus 9 onder de loep. Er zijn twee wijzigingen in het ontwerp van de OnePlus 9 die je direct op zullen vallen. Nummer 1, dat is het camerasysteem, waar ik je zo meteen iets meer over vertel. En nummer 2 zijn de kleurenopties. Dit keer is de smartphone beschikbaar in de heftige kleuren Astral Black, Arctic Sky en Winter Mist. Wat weer hele lastige namen zijn voor zwart, wit en paars. Maar als we iets beter naar de OnePlus 9 kijken, zul je zien dat er wat meer wijzigingen zijn die wat aandacht verdienen. Zo weegt het toestel dit keer 193 gram, waardoor hij zwaarder is dan zijn voorgangers. De OnePlus 8 woog 180 gram en de OnePlus 8T woog 188 gram. Ja, en qua dikte zit hij er eigenlijk precies tussenin. De OnePlus 9 is 8,1 mm dik, terwijl de OnePlus 8T 8,4 mm dik was en de OnePlus 8 nog 8 mm dik was. Aan de voorkant van de smartphone zit een 6,55 inch AMOLED beeldscherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Ja, en met een resolutie van 1080 bij 2400 hebben we te maken met een FHD Plus resolutie die is voorzien van een pixeldichtheid van 402 ppi. Maar goed, alle cijfers aan de kant, we hebben niet te maken met het meest imposante beeldscherm van de markt. Maar dat wil niet zeggen dat dit geen goed beeldscherm is. Sterker nog, het scherm van de OnePlus 9 leent zich uitstekend voor het kijken van films en series of het spelen van games. In het scherm zit wederom een vingerafdrukscanner verwerkt, maar dit keer zit hij, net als bij de Oppo Find X3 Pro, lager dan normaal. Dat is in het begin even wennen, maar als je eenmaal gewend bent, heb je gewoon een hele fijne vingerafdrukscanner die gewoon supersnel is. Niks op aan te merken dus. Onder de motorkap vinden we de nieuwe Snapdragon 888 processor met minimaal 8 GB aan werkgeheugen. Een goede combinatie dat ervoor zorgt dat de OnePlus 9 is opgewassen tegen allerlei taken. Wederom het spelen van games kan dus uitstekend op dit toestel, maar ook het exporteren van bewerkte video's of het streamen van content is ontzettend goed te doen met het toestel. Ja, en zoals we van OnePlus gewend zijn, maakt de batterij ieder jaar indruk. En met een accucapaciteit van 4500 mAh valt het op zich nog wel mee, maar deze jongen is vooral indrukwekkend als je kijkt naar de snelheid waarmee hij oplaadt. De OnePlus 9 wordt namelijk geleverd met een Warp Charge 65T oplader. En ja, misschien had je het al verwacht, maar hierdoor kan je deze telefoon opladen met een vermogen van 65 watt. Nou, ik heb dat de afgelopen week meerdere keren gedaan en eigenlijk elke keer ondervonden dat hij binnen 20 minuten wel volledig is opgeladen en
Dat is simpelweg fantastisch. Heb jij geen zin om deze telefoon met een kabel op te laden, maar wil je optimaal gebruik maken van de draadloos oplaadmogelijkheden, dan is dat mogelijk en kan je deze telefoon ook nog eens opladen met een vermogen van 15 watt. Daarbij moet ik overigens wel vermelden dat de accuduur lager lijkt te liggen dan bij de voorgaande modellen. Maar dat is eigenlijk niet zo heel gek, want de accu is hetzelfde gebleven, maar de telefoon is wel aanzienlijk beter. Dus ja, dat vreet gewoon stroom en dat merk je. Het camerasysteem van de OnePlus 9 is eindelijk verbeterd. En met alle respect naar OnePlus toe, dat mag ook wel. Zowel het camerasysteem van de OnePlus 8 als het camerasysteem van de OnePlus 8T vielen eigenlijk best wel tegen. En daarom heeft OnePlus de hand ineengeslagen met Hasselblad. Alleen zit die samenwerking iets anders in elkaar dan je in eerste instantie misschien dacht. OnePlus en Hasselblad werken de komende 3 jaar samen. En daardoor zou je misschien verwachten dat het camerasysteem van de OnePlus 9 ook daadwerkelijk afkomstig is van Hasselblad. Misschien voor de komende 2 jaar wel, maar voor dit model zeker nog niet. OnePlus maakt het camerasysteem en Hasselblad regelt alles op softwaregebied. Verwacht er dus niet al te veel van. De stap van de OnePlus 8T naar de OnePlus 9, ja, is eigenlijk niet zo groot. De OnePlus 9 is overigens voorzien van een 48 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel ultra-wide camera, een 2 megapixel monochroom lens en een 16 megapixel selfie camera. Verwacht niet al te veel wijzigingen voor het camerasysteem. De OnePlus 9 werkt op dit gebied praktisch gezien hetzelfde als zijn voorganger, maar dan wel met softwarematige verbetering. En die zijn wel degelijk te zien als je kijkt naar de kleuren en de dieptes in foto's, maar echt onder de indruk ben ik persoonlijk nog niet. En dan nu naar het heerlijke stuk van de OnePlus 9. Vanaf 26 april is deze smartphone te koop met een vanafprijs van €699. En daarmee heb je dus een variant die beschikt over 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagcapaciteit. Een hele dikke deal dus. Nou, en wil je er echt het meeste uithalen, dan is deze jongen ook beschikbaar in een 12 GB variant met 256 GB aan opslagcapaciteit. En dat kost je dan €799. OnePlus 9 Pro is ten opzichte van zijn voorganger best wel wat veranderd. Hij is dit keer beschikbaar in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black. Wat gewoon groen, zilver en zwart is. Why? Maak het me gewoon 1 keer makkelijk, jongens. Ja, net als bij de OnePlus 9 is de achterkant van de OnePlus 9 Pro best wel glimmend, waardoor die vrij gevoelig is voor krassen en vuiligheid, waardoor je best wel snel besluit om er een hoesje omheen te gooien. Dus ja, dat vind ik best wel jammer. Waarom? Het is niet nodig. Doe gewoon lekker mat. Mat is goed. Mat is fijn. Mat is lekker. Nou, zoals je ziet is de OnePlus 9 Pro misschien niet de dikste smartphone die je ooit zal zien, maar hij is wel iets dikker dan zijn voorganger. Deze jongen hier is 8,7 mm dik. De OnePlus 8 Pro was 8,5 mm dik. Al was de OnePlus 8 Pro dan wel weer iets zwaarder, want dat toestel woog 199 gram, maar de nieuwe OnePlus 9 Pro 197 gram weegt. Innovatie. Lekker pik. Maar als we het over innovatie moeten hebben, dan moeten we het hebben over het beeldscherm van de OnePlus 9 Pro. De OnePlus 9 Pro beschikt namelijk over een 6,7 inch AMOLED beeldscherm met een QHD Plus resolutie van 1440 bij 3216 en een pixeldichtheid van 521 ppi. Het gaat overigens om een LPTO beeldscherm, wat praktisch gezien betekent dat het beeldscherm minder vraagt van de batterij, dus je een betere accuduur hebt, en in de mogelijkheid is om in een variabele verfrissingssnelheid van 120 Hz te geven. Het scherm zit dus niet constant vast op 120 Hz en dat is eigenlijk best wel relaxed. Houden we de OnePlus 9 Pro en de OnePlus 9 naast de op het gebied van specificaties en dan zie je eigenlijk niet heel erg veel verschil. De OnePlus 9 Pro is ook voorzien van een Snapdragon 888 processor met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagcapaciteit. Kijken we naar de batterij, dan zien we ook weer een 4500 mAh batterij zitten, wat 10 mAh minder is dan de OnePlus 8 Pro. Net als bij de OnePlus 9 is Warp Charge 65T ook aanwezig bij de OnePlus 9 Pro, waardoor opladen als een jekko gaat. Maar dat is nog niets in vergelijking met het draadloze opladen wat dit toestel kan doen.
Want dat is echt insane. De smartphone is namelijk in staat om draadloos op te laden met een vermogen van 50 watt. 50 watt. Ter vergelijking, de iPhone 12 die laat op met een vermogen van 20 watt. En de Samsung Galaxy S21 die laat op met een vermogen van 25 watt. Dus de OnePlus 9 Pro laat twee keer zo snel op, draadloos, als de Samsung Galaxy S21 bekabeld oplaadt. Nu jij weer. Je hebt overigens wel een backfull nodig om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit. Met een backfull bedoel ik de OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger. Hallo, hoe is het mensen? Nou, het is een accessoire die je zelf aan moet schaffen en mocht je dat willen, dan kost dat je €69,95. Net als de batterij maakt ook het camerasysteem van de OnePlus 9 Pro indruk. Ik ben fan van de kleuren, de diepte en ook de kwaliteit van bijvoorbeeld de telefotolens. Ja, en ligt de kwaliteit dan net zo hoog als bij de Galaxy S21 of bij de iPhone 12? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik die vergelijking op dit moment nog niet gemaakt heb. Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel ultra-wide camera, een 8 megapixel telefotolens en een 2 megapixel monochroom lens. En deze samenstelling zorgt er ook voor dat je op filmgebied indrukwekkend kunt zijn. Wat ik wou zeggen is dat deze samenstelling ervoor zorgt dat je kunt filmen in een 4K resolutie met 120 frames per seconde, oftewel je kunt slow motion beelden filmen in een 4K resolutie. Daarbij is het overigens ook mogelijk om gewoon 4K beelden te schieten met 30 frames of 60 frames per seconde. En je bent zelfs in de mogelijkheid om te filmen in een 8K resolutie. Maar dat wil je niet, dus dat doen we niet. Aan de voorkant van de smartphone zien we overigens een 16 megapixel selfiecamera in de hole punch notch zitten. Waarmee je ook gewoon uitstekende selfies kunt schieten. Niet het allerbeste van de markt, maar gewoon goed genoeg. Ja, en persoonlijk denk ik dat OnePlus met de OnePlus 9 Pro weer boven in de markt mee kan spelen. Het camerasysteem, het beeldscherm, de batterij, het snelle opladen. Het is allemaal ontzettend interessant en hiermee gaat OnePlus echt de concurrentie aan met Apple en Samsung bijvoorbeeld. Maar dan wel voor een hele interessante prijs. De smartphone kost je namelijk minimaal €899. En dan heb je wederom weer 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagcapaciteit. En wil je er dus het maximale uithalen, dan kan je het opwaarderen naar 12 GB werkgeheugen en 256 GB. En dat kost je dan €999. Dus OnePlus blijft heel duidelijk onder die €1000 grens. En dat zou nog wel eens heel interessant kunnen gaan worden. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zijn twee uitstekende smartphones die de smartphone-markt weer op interessante wijze doet bewegen. Een hele rare zin voor zo'n casual knaap als ik. Maar goed, nou, de OnePlus 9 weet met een adviesprijs van €699 echt te stunten zonder in te leveren op al te veel essentiële dingen. Ja, en ik kan er niet omheen, maar de OnePlus 9 Pro doet alles goed. Het toestel kost €899, maar zoekt wel direct de concurrentie op met de Apple iPhone 12, de Samsung Galaxy S21 en de Oppo Find X3 Pro. Als je op zoek bent naar een goed vlaggenschip, dan is de keuze eigenlijk heel simpel op dit moment. De OnePlus 9 Pro is dé smartphone voor jou. Maar wat nou als je nog een beetje twijfelt over dat prijskaartje van €899, maar toch een goede smartphone wil? Ja, dan is de OnePlus 9 echt een aanrader te noemen. Maar als jij iemand bent die bereid is om €799 te betalen voor de variant met 12 GB werkgeheugen en 256 GB aan opslagcapaciteit, dan zou ik je toch aanraden om dat plan even te laten varen en na te denken of je niet voor die OnePlus 9 Pro wilt gaan. Want we moeten wel eerlijk zijn, zoveel beter is dit toestel dan wel weer. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en laat mij in de reacties weten welke van deze twee toestellen jij het tofst vindt. Abonneer op ons kanaal met dat belletje aan om iedere woensdag een gloednieuwe video in je inbox te krijgen. Ik wil jou in ieder geval graag bedanken voor het kijken en ik zie je graag bij de volgende weer. Ciao, met een telefoon ook echt. Oké, je bent af. Je bent zo af.